pre-dialyse patiënten op de polis van de nefrologen Ingrid Heerenveen en Amar Bounouassi zullen voortaan een bandje dragen om hun arm, waarmee wordt aangegeven dat zij niet op die arm geprikt mogen worden. Daarnaast dient het bandje ook als teken dat hun bloeddruk niet gemeten mag worden. De bandjes zullen worden verstrekt door het klinisch laboratorium MyLab. De maatregel geldt ook voor de dialysepatiënten van Diapura Diakonessenhuis en Diapura Tamansari. Internist en nefroloog Heerenveen sprak de vorige week over deze nieuwe maatregel tijdens de reguliere huisartsenavond van de Vereniging van Medici in Suriname. Heerenveen zegt dat deze maatregel nodig is om nefrologen steeds te zien dat de bloedvaten van de patiënten kapot worden geprikt. Wanneer de patiënt in een pre-dialyse stadium is, moet je de vaten in de armen gaan beschermen. Je kunt niet anyway, als een patiënt op de poli komt, elke prik die je maar geven wil in die armen doen. Waar is veilig? De handrug. Niet in de elleboogplooi, niet in de onderarm, niet in de bovenarm. En waarom? We hebben die vaten nodig om in de toekomst de shunt aan te leggen. En als we in deze fase al beginnen om alles kapot te prikken, heeft de chirurg niks meer over. Als patiënten op de intensive care terechtkomen en een lange lijn moeten krijgen, is het een uitzonderlijke situatie. Maar als het even niet hoeft, zeg je vermijd het. Vooral als de dokter op dat moment weet dat is iemand in een pre-dialyse stadium. Als iemand in het ziekenhuis ligt, probeer je ook aan de verpleging door te geven van let erop, zet desnoods op die arme sticker, deze arm niet gebruiken. Op de patiënten liggen op de intensive care met lage bloeddrukken, dat we een sticker zetten op die arm, shunt. Alleen dat ze op de intensive care, waar ze zoveel bloed nodig hebben, niet in die arm gaan prikken. Of in die shuntarm gaan prikken. Dus aan jullie de boodschap, op het moment dat je een patiënt hebt waarvan je weet dat de klaring al kleiner dan 30 is, voorzichtig met die armen. Je mag alleen de hand terug gebruiken op de voet terug. En als het niet kan, stuur zo iemand naar een laboratorium of een collega die hiermee wel kan omgaan. Omdat de toekomst van zo'n patiënt niet onzeker is. Aan patiënten wordt gevraagd om het bandje 24 uur om te houden. Want in spoedgevallen waarbij de patiënt met spoed naar een ziekeninrichting moet, kan de dienstdoende arts gelijk zien waar wel en waar niet te prikken. Chirurg Armand van Kanten benadrukte de woorden van Heerenveen en gaat zelfs een stapje verder. Heel veel dialyse patiënten die weten dat ze niet in die arm geprikt mogen worden, maar ze durven het niet te zeggen. En ik heb ook met de laboranten gesproken in ons ziekenhuis. Zij, blijkbaar waren een paar die het verkeerd begrepen. De patiënt zegt, ik kan hier niet geprikt worden. En de laborant zag dat juist als een uitdaging. Want die dacht van, het is daar moeilijk te prikken. Maar dat was dus niet de boodschap. De boodschap is, alsjeblieft niet in de vaten prikken waar we een shunt van willen maken. En in principe wordt een shunt aangelegd in een niet-dominante arm. Maar als die shunt sneuvelt, dan moet het uiteindelijk naar de andere arm. Dus eigenlijk zijn beide armen een big no-no. En mijn verzoek is om alleen maar op de handruggen te prikken. Er zijn natuurlijk gillende spoed is. Maar denk bijvoorbeeld aan de infusie, de venenpuncties. Kan ook op een voetrug, kan ook op een handrug. En als het een dialysepatiënt is die nog een shunt moet krijgen, maar een lange lijn heeft, bij voorkeur dat het lak wordt afgenomen via het dialysecentrum. Dat is schoon, het is eerlijk en dat houdt de vaten goed. De bandjes, daar zijn we al heel lang mee bezig. Het is nog niet van de grond gekomen. Ik hoor nu, het is een primeur. Dus dat gaan we eindelijk krijgen, daar ben ik heel blij mee. En dan hoop ik dat we met z'n allen de vaten kunnen preserveren. Van Kanten had ook minder goed nieuws. Naar zijn gevoel moet hij steeds meer shunts aanleggen. Een shunt is een verbinding tussen een slagader en een ader in de arm. Er wordt een onderscheid gemaakt in twee soorten shunts, namelijk een shunt van een eigen bloedvat of van een kunstbloedvat. Vroeger maakte ik 2 shunts per maand, maar nu zijn het 2 per week. Ook mijn collega Mohabli doet ook 2 keer per week een shunt. Dus zijn er enorm veel dialysepatiënten op dit moment. Met als gevolg ook steeds meer problemen met de shunts, aldus chirurg Armand van Kanten. Hij sprak de vorige week samen met nefroloog Ingrid Heerenveen op de reguliere huisartsenavond van de Vereniging van Medici over het nieuwe project waarbij pre-dialyse patiënten voortaan een bandje worden voorzien die aangeeft dat zij in de arm niet geprikt mogen worden.